alles te zien is. Ja, oké. Alright, oké. Dus ik ga de workout van zaterdag morgen. Het is redelijk prettig. Dus ik wil dat niet blijven doen. Ah, your connection is unstable. Allee, is typisch. Oké, reconnecting. Ja, oké, goed. Oké. Een kort woordje uitleg. We gaan beginnen met 5 minuutjes opwarming. We gaan wat doen, jumping jacks, we gaan onze knieën hoog heffen. Dan gaan we trappelen, dus dat is ter plaatse zo snel mogelijk trappelen. Dan gaan we terug wat doen op commando. Dan gaan we weer even trappelen en gaan we burpees doen. Daarna gaan we even schouders opwarmen en onze armen roteren. Dus zo en zo. En dan gaan we even planken voor onze core ook te activeren. En daarna gaan we in speedgroepen alles verdelen en een beetje goed afzien. Ik ga ook alles vrij snel na elkaar doen. Zeggen van rust. Neem tussen elke 90 seconden rust. En tussen elke reeks in een blok pakt 15 tot 30 seconden. Het is gewoon belangrijk dat je hartslag hoog blijft. Dat je een beetje conditioneel afziet en dan ondertussen ook een beetje op niveau afziet. Alright? Oké. Even zien. Mijn schedule hier. Yep. Alright. Oké, we gaan er dan aan beginnen. Ik ga er even openzetten. Dus ik zeg, ik ga alles vrij kort na elkaar doen. Allee, denk ik, als het lukt. Gewoon om het, ja, niet te lang te houden. Dus ik ga stoppen met 7 ook. Alright. Ik ga nu wel zijwaarts mijn jumping jacks doen, denk ik. Ja, ik ga mijn jumping jacks zijwaarts doen, gewoon omdat mijn mat zo ligt. 3, 2, 1, go. Hij mocht ze ook heel snel doen als je wilt. Hoe sneller, natuurlijk, hoe hoger je hartslag gaat worden zijn. Ik zie dat niet verbrand, weer al. Ik heb het alleen een keer voren gehad. Dus wel een klein minuutje, dus nog 30 seconden. Dan gaan we nog 20 seconden. Dan gaan we het knieën heffen voor een half minuutje. Oh, dat is al warm. 10 seconden. 2, 1, knieën even. Oh, maar dat is warm. Oké. 15 seconden. Een beetje mee met mijn arm, schud je armen los. Alright, ik hoef een beetje bewegen. Mooi. Ah, dat is toch lastig, zijn die warmte? Ja. 10 seconden. Right. Oké, ik ga iets vertragen. Mijn kuiten doen ze hier. Alright, oké. Nu switchen naar knieën omhoog. Squats. Dus gewoon ja zeggen en dan wil ik hier squatten. Ja. Hup, squat. Ja. Hup, squat. Ja. Squat. Ja, squat, squat, ja, ja, alright, nu gaan we trappelen en burpees doen, commando, dan even gewoon trappelen, even inkomen, even snel trappelen, ah shit, de mat, ja, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, ik heb niet gesprongen, sorry. Ja. 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 Alright. Oké. Nu gaan we onze armen roteren. Dus op schouderhoogte. 30 secondjes. Dus als we nu zo roteren. Kleine cirkels. Voorwaarts. 10 secondjes. Ja, weer. Ja, doe het al rechtstaand. Ik zit niet zo dat je het zou zien. 5 secondjes. 3, 2, 1. Nu andere kant roteren. Fuck, ik ben hier al begonnen zijn. Oh, dan staan. 10 secondjes. Goed schouderhoek houden. Even doorbijten, brand. Dat is goed voor je schouders. En stop. Oké. Okay. Ja, 30 seconden plan. Wacht echt nog. En koe. Je planken gewoon alles opspannen. Koek. Je benen ook. Alles opspannen. Je buik. Je gat goed toenemen. Nee, dat moet niet. Dat is optioneel. 3, 2, 1. Allee, wacht, sorry. Nu. 3, 2, 1. Alright. Oké, voilà. Dat was de opwarming. Het is gewoon even 5 minuten knallen. 5 minuten goed knallen. En dan zien dat je warm hebt. Dat je een beetje buiten adem bent, toch? Dring niet op je gemak. Maar 4 oefeningen doen. Na elkaar. En dat gaan we 3 keer herhalen. Dus dat gaan we doen. Andere keel. Oké, wat gaan we doen? Toe tap. Dus wat is dat? Benen gestrekt in de lucht. En zo. Dus dat gaan we 10 keer doen. Dan gaan we eigenlijk hetzelfde doen, maar met je rechterarm naar je linkerbeen. En goed. Kijk maar goed naar die kant. En dan, up, zo. We gaan elke kant 10 keer doen. Dat is eigenlijk 20 keer totaal. Wat gaan we dan doen? Ga je zo zitten. Met je benen eigenlijk open. Up, naar beneden. Helemaal naar voren en de grond tikken. En terug naar beneden. Up. En terug de grond tikken. Ga het 10 keer doen. Belangrijk bij die oefening is, als je terugkeert naar beneden, je armen boven je arm en zo traag mogelijk naar beneden gaan. Allee, dat moet niet super, super traag, maar moet je niet laten vallen. En je schouders raken de grond niet. Dan daarna, de laatste oefening van de reeks, gaan we flutterkicks doen. Flutterkicks is hup, zo. Je kunt dat zo doen, of je kunt dat met je hand achter je als het echt niet gaat. Belangrijk, wat belangrijk. Nee. We gaan dat 20 keer doen. Dus 1, 2, 3. Dus elke keer, dus eigenlijk elk been moet 10 keer bovenaan geweest zijn. Zo moet je talen. Alright? Oké. Okay. Ik ga eraan beginnen. Mooie voeten. Proper. Ik ga eraan beginnen. 10 toe taps. Oh nee. Is aan het uitvallen, hè. Zie hier. Oké. Okay. 10 toe taps. 2. 3. Oh. 10. Nu, zijwaartse toe-taps. Als je ze moeilijker wil maken, kun je één been boven de grond houden. Als dat niet lukt, laat één been rusten terwijl je ander de hele tijd afwisselt. Als je het wat moeilijker wil maken, houd je alle twee benen zo en doe je up zo. Dat is een oefening die heel goed brandt. Alright.
ga zien hoe dat gaat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right, ga je zitten? De zon zit erin, mooi. Wij zitten dus 10 keer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Als je jezelf moeilijker wil maken, hoe dichter dat je benen zijn bij je, hoe moeilijker dat wordt. En dan was nog flutterkicks. Alright. Dan heb je in de warme schema staan nummer open. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alright. Oké, okay. Even rust. Ik wil ook wel even rust pakken nu. Het is verschrikkelijk warm. Alright, 10 secondjes, nee, 5, sorry. En ik ga er weer aan de hand. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Allemaal te pezen. Ik ga mijn been boven eronder. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, putain. Oh, dat doet het. 1, 2, 3, 4, 6. Zalig, de max. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dat is heel hard spel. Maar we gaan mijn been op de grond leggen, want dat kapot. Ik zie, hey, doe het! 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, flutterkicks, laatste keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alright. Even rust. Ik ga de volgende oefening uitleggen. Normaal gezien is ook weer redelijk. Dus nu gaan we een beetje cardio en kracht door elkaar doen.
zou gaan doen. Dus je kunt kiezen. Dus de gevorderden of eigenlijk 10 jump squats. 10 jump squats, dus hup. 10 keer. En dan 10 keer pompen. Dus ja, pompen kan iedereen. 10 keer. De gevorderden 15 keer. En wie dat niet goed kan pompen, pompt op je knieën. Dus dan zet je op je knieën. En zo. Zo. En ook 10 keer of 15 keer proberen. En dan na het pompen gaan we high jumps doen. Dus wat is dat? Dat is gewoon zo hoog mogelijk springen. En je knieën intrekken. Gaan we ook 10 keer doen. Ik zou zeggen, doe de jump squats mee. Zoveel als je kunt. En kun je geen jump squats meer doen, vervang ze dan door gewone squats. Hetzelfde bij pompen. Probeer mee te doen wat je kunt. Probeer 15 te doen. En lukt het niet, doe er dan 10. En lukt het dan ook niet meer, pomp dan op je knieën. Of doe gewoon echt zoveel mogelijk dat je kunt. En dan de high jumps, dus dat gaat even zwaar zijn voor je been, maar ook voor je tikker. Maar het is op die manier dat je wel gaat vooruit gaan. En spieren gaat op een andere manier gaat opbouwen. En vet gaat verbranden, uiteraard. Oké, ik ga er dan meestal een keer afdrogen, want ik weet dat dat een vrij pittige was. Alright, gaan we klaar maken. 3 keer. Alright, 3. Ik ga mij in de schaduw staan, laat me misschien niet goed zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bij jump squats, je moet niet vooruit gaan, dat mag. Want zo biedt ga je nog moeten die high jumps doen. En ga daar maar vooruit. Alright? Oké, ik ga 15 keer pompen. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En dan 10 high jumps. Nog het ergste van al. Ik zie het gedaan. Even rust. Alright. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10. Amai. Dat was toch geworden. Sorry. Alright, oké. Okay. High jumps. Pardon. Alright. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. Nog 10 keer springen en zijn er vanaf. Alright. Tien. Alright. Oké. Heb je op je gemak iets? Ik ga de volgende oefening uitleggen, maar dat is al bekend van de vorige keer normaal gezien. We doen een Tabata. Dus Tabata is een liedje dat 4 minuten af. Dan moet ik kijken naar de oefening. Ik heb een uur van buiten. Oh ja, fuck. Oké. Okay. Kun je het weer? Amai. Ja, ja. Dus eigenlijk ga je zo zitten. Zo. Knieën. Handen rond. Zo. En dan ga je naar voren. En zo terug. Dat is nog een beetje een push-up.
paarden. Terwijl dat niet goed kan, wordt je knieën op de grond. En gewoon zo dan. Je knieën op de grond en zo. Dan toch pompt. Dat is oefening 1. Oefening 2, zeer simpel. Het is gewoon lunge, bounce. Zo. En gewoon. Zo. Dat zijn de twee oefeningen. Dus we gaan een chameleon push-up doen. Dan gaan we lunge bounce doen met ons rechterbeen vooraan. Dan gaan we weer chameleon push-ups doen. En dan gaan we wisselen van been. Met de lunges. Dan heb je elk been twee keer gehad. Oké, ja, de chameleon push-ups die heb je... Ja, die heb je vier keer gehad, maar zeg, ga rap door. Kijk, ik ga het gaan opzetten en ik ga beginnen. Hè. Je gaat dat niet horen, maar ik ga proberen niet af te tellen dat je het ook wel hoort. Want anders heb ik weer copyright issues en blablabla. Bla, bla, en... Ah, hier is je, outcast. Alright, we gaan eraan beginnen. Hè. 5, 3, 2, 1... Je moet dat gewoon doen. Je moet dat niet snel doen. Twee, één. Even rust. Klaarstellen voor de lunge. Rechterbeen eerst. Two, one, go. Rechter rug houden. Gewoon met je knie net boven de grond. Mag zelfs iets dichter bij mij. Nee, iets verder. Ik ben al te brand. Rust. Oké, okay, chameleon push-up. Naar ronde 3. Ja. Linkerbeen. 2, 1, go. Maar het is een moeilijkheid met mijn evenwicht. Zet je voorste voet een klein beetje naar binnen gedraaid. Klein beetje, niet veel. En makkelijker je evenwicht kunnen houden van dat been. One stop. En stop. Oké. Okay. Laatste ronde. We zijn er bijna. Kom aan. Het zijn er bijna. Alright. Goed dan. Oké, dat was hem. Dat was een Tabata. Dus, mooi. Alright. Oké, ik ben bijna gedaan. We gaan gelijk vorige week doen, we gaan een reeks kunnen afbouwen. Het zijn 4 oefeningen, waarvan dat we een oefening 10 keer gaan doen, dan een bepaalde oefening gaan we 5 keer doen, een andere oefening 10 keer, een andere 5 keer, en dan de volgende keer gaan we de ene oefening 8 keer doen, en de andere 4 keer. Dan 6 keer, en dan 3 keer. Dus we gaan afbouwen, per 1 en per 2. Dus eigenlijk 2 eraf, 1 eraf, 2 eraf, 1 eraf. Oké, maar ik ga het uitleggen, het gaat duidelijker worden zo. Dus wat gaan we doen? Uiteraard, voor de hartslag, om een beetje omhoog te krikken, gaan we burpees doen. Gaan we doen? 5 burpees. Dus ja, burpee, voor de niet gevorderden. Dus ja, meestal een burpee is echt gespringt. Laat u eigenlijk volledig vallen op de grond. Voor de niet gevorderden, gaan we dan springen, pomphouding, terugspringen, springen. Oké? Okay? Dan moet je niet op de grond vallen. Dus gewoon even pomphouding, terug recht springen enzovoort. Dan gaan we 10 keer pompen. Dus voor u dat dat moeilijk is, again, op de knieën, doet dat op je eigen tempo, ook belangrijk. En dan daarna gaan we 5 jump squats doen. Ook voor wie dat niet zou lukken, doe gewone squats. Maar ik moet u aan om toch de jump squats te doen, gewoon puur omdat het iets meer cardio is. En we zijn eigenlijk, dat is echt de laatste reeks oefening dat we doen. Over de laatste doen we een keer uithalen.
En dan een knipmes. Dus dat is voor de buikspieren. Knipmes. Ik ga zien of... Ik ga hier aan de zon zitten. Knipmes. Ik ga het een beetje scheef doen. Dus eigenlijk zo liggen. En up. Up. Dat is knipmes. Nu, dat is niet eenvoudig. Ik moet er ook niet zo goed in. Als dat als echt gestrekt niet lukt, leg je zo. En knip je zo toe. Knip je zo toe. Maar altijd volledig terug uitgestrekt. En schouders van de grond, dus dat je echt in een kommel ligt. Zo. En dan hup, knip. Hup, knip. En wie dat kan, is gestrekt. Alright? Oké. Okay. Secondje. Oh. Wat is dat hier allemaal te doen? Ja. Alright. Cardiokracht, een doodgaan, afmatreeks. Burpee, 5 maal. 3, 2, 1. 10 keer pompen. Ja, man, dat was het gewoon. Right, 5 jump squats. Twee, drie, vier, vijf. Zet iedereen op zijn eigen tempo. Gewoon de reeks af. Right. 10 knipmes. Nee, alright. Dat is al 1 keer. 4 burpees. 8 keer pompen. 4 jump squats. 8 knipmes. Zo tot nu. Alright, let's go. 1, 2, 3, 4. Oh, sterren dan. Right. Vier. Minder rust, beter. Hoe zweten. Hoe hadden. Hoe je vast aan mocht trekken. Zes. Zeven. Acht. Eigenlijk idealiter. Zo, mijn knipmes een beetje meer zo moeten komen. Wauw. Zo lenig zijn we niet. 3 burpees. Hey, let's go. Twee. Oh. 3. Dit is dus wel laten vallen. Stop mij mee, stuur als niet. Het is een vreemde dag vandaag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right. 3 jump squats. 2, 3. 6 knipmes. Right. 2 burpees. 4 keer pompen. En de rest. Twee jump squats, vergeten.
En spring maar zo goed als je kunt. Drie. Right. Alles in één keer. Hier. Let's go. Zo hoog mogelijk. Zo hoog mogelijk. Alright. We zijn er. We zijn er. Ook gewoon om de video wat kort te houden en dergelijke. Of ik ga even kijken naar mijn camera, daar al zitten. Oké, bijna 34 minuten. Met heel weinig pauze. Dat is zaterdag of prima dat ik het gedaan heb. Iets meer pauze gehad. Maar ook niet veel meer. Omdat ik hoor dat het maatstaf hoog bleef. Dat je goed verbrandt. En dat je ook je spieren een beetje kon spreken. Dus op die manier dat je zowel spieren gaat, kun je alles gaat afvallen. Dus door een beetje cardio en kracht. Dat veel beter voor je lichaam ook gewoon. Omdat je zowel spieren eigenlijk echt wat uitput en ook het uiterste drijft. Omdat ook je afstand goed is. Zijn. Drink goed, eet goed, koolhydraten, zeker eiwitten. En ook gewoon, telkens als we dat doen, soms gaat het heel pittig zijn. Of te pittig. Dus, omdat wij onszelf ook willen uitdagen. Dus ik probeer ook altijd wel een beetje, we proberen ook wat te kijken dat we oefeningen hebben voor gevorderden. Of dat iemand, dat gevorderden bijvoorbeeld een paar keer meer of een paar keer meer doen. Of een reeks meer. Ik weet dat iedereen een beetje naar zijn dingen komt, maar uiteindelijk is het belangrijk dat je tijdens de workout zelf ook een beetje beseft van, ik voel dat toch niet zo'n eigen branden of dit of dat. Maak het wat zwaarder, doe het wat sneller, doe het wat dieper, doe het wat explosiever. Dat je jezelf uit. Ik heb dat nu ook gedaan door weinig rust te pakken. Want misschien de rust nemen die wij hadden opgeschreven, dan zou ik zo wel eens weten, maar nog niet zo uitdagend. Maar overal blijven gaan, blijf jezelf pushen. Als het niet lukt of zo. Oké, het is toen dat er nu wel op staat. Het is een derde keer dat ik hem doe. Ze zeggen veel succes, geniet nog van onderweek, want goed weer. En